uw omgeving draagt zo hard bij bij ook zelfs uw doelen of zo bij wie dat jij zij als persoonlijkheid en je kunt dat zo nog extra in de verf zetten dus ik vind het altijd leuk om naast de vragenlijst die we inderdaad stellen dan te gaan kijken van oh, wat klopt dat, wat dat ja. zij schrijven komt dat overeen en bijvoorbeeld bij human design heb je ook je environment dat je um, ah, ja. kunt zien weet je van die van nu is dat niet zo, mee, ook, is dat zo met die locaties? Of Shores, markets, ja, mountains, ja, die dingen Ja, ik denk dat ik mountains heb, maar ik weet dat niet zo heel goed. Ja, oké, okay, you need a penthouse, darling. Oké. Regel het. Ja, die Regel de penthouse voor mij. Oké. Okay. <laughs> maar dat is dus met dat hoog is dan, of zo? Ja, ja overview. En ook wel uh, dat je voornamelijk stilte moet hebben en zo. Dat er niet te veel geluidsprikkels mogen zijn. Ja, yes. Dus dat vind ik altijd een hele leuke. En dan, ik had overlaatst nog een klant en daar stond dan zo in van, ik ben echt een, een, een kindje van de zee en ik altijd, wow, ik heb uh, wou ik rond de zee wonen en zo. En dan zie ik zo, shores, als environment. En dan ben ik zo, yes. Welkom bij de Brand Babes Podcast. Ik ben uw host Jessica de Blok. Misschien kent je mij van Antwerp Avenue, van Alpha Vrouwen of van hier bij Business Bestie. Elke week nodig ik een nieuwe inspirerende Brand Babe uit om haar verhaal naar buiten te brengen om u te helpen om uw onderneming om te toveren tot een super succesvol en bekend brand. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Brand Babes Podcast. Ik ben zo blij dat je luistert. En of kijkt, je kunt altijd via YouTube kijken als je dat niet wist. Ik zit hier in de studio met iemand die een heel brand heeft uitgebouwd in de, de, de sector van interieurvormgeving, interieurdesign. Ik volg het al heel lang, de realisaties zijn super mooi en er is eigenlijk recent een super interessante opsplitsing gebeurd waar we alles over gaan vertellen. Um, welkom in de studio, Margot Pauwels van. Wat, wat allemaal, three of a kind. in design. Denk ik. Klopt, dankjewel. Kein, leuk, leuk om hier te zijn. Dankjewel ja, echt superleuk ja. dat je wou komen. Absoluut. Hoe zou jij je voorstellen aan mensen die je nog niet kennen? Ik als persoon zou mezelf voorstellen als een extreem creatieve ziel, een lover of love. Ik hou echt van de liefde en liefde delen. En mijn passie voor alles omtrent design, elke vorm van design. Make-up, interieur, fashion, drag. World, alles. Alles wat er zo ja waar dat die creativiteit zo in kan zitten ja oh oké okay, leuk en dan heb je uw beroep ja interieurdesigner oké okay. ja natuurlijk ook met passie <laughs> dat doe ik dat toe. en dat is eigenlijk hetgeen waar dat, via waar dat ik u heb leren kennen is via uw interieurdesign account dat is al een paar jaar geleden klopt hoe zet je daarmee gestart Um, ik ben vijf jaar geleden gestart. Ik werd eerst voor een um, ex exterieurarchitect. Dus ik ontwerp voornamelijk poolhousen, binnenzwembaden, Ik heb zelfs volledig appartementsblokken ontworpen. Echt supercoole dingen, ook villa's. Uh, eigenlijk, ik werd daar zo vrijgelaten. Dat was zo leuk om te doen. Um, ik heb daar ook heel veel geleerd. Maar ik kom uit een ondernemersfamilie. Dus het was gewoon. Ja, They, they had it coming, ze wisten dat het eraan aan te komen wanneer ik mijn ontslag ging geven. Wisten ze ja, oké. Okay, we wisten dat je uiteindelijk ging springen als zelfstandige. Dus voilà, dat is nu bijna vijf jaar geleden dat ik gesprongen ben. Zoals dat. En ik ja. denk dat jij toen bij Amy coaching hebt gevolgd. En dat ik ging via daar. Of ik weet niet meer of ik u via daar of via Laurence of ja, ik weet het. Ik denk niet via Amy dat het inderdaad was. zijn ja. En dus uh, jij zei toen best wel hard gegaan ineens, hè, met uh, Tree of a Kind. Ja, klopt. Ik. Um, dat was denk ik een jaartje of zo dat ik eerst zo aan, aan het aanmodderen was. En je begint dan zo wel wat ergens en je weet eigenlijk niet wat je mee bezig bent. Je durft je gezicht niet online te laten zien. En die posts, als je dat, die Instagram-account zou zien, je zou echt niet weten dat ik daarachter zat of zo. Okay. Super vaag ook gewoon. <laughs> ook de interieurdesignsector is ook gewoon een beetje een... Allee, echt zo'n concurrentie, heel fel, vind ik. En niemand wil iets delen van anderen, wat ik zo jammer vind. Um, dus dat was een hele moeilijke ja, sector van. om in, in, in te starten. En dan ben ik inderdaad... Florence, die dat ook in de podcast komt, <laughs> ja. he, um, heeft zij mij gezegd... Ja, je moet echt bij Amy en zo. En zij heeft mij uiteindelijk ja, volledig gepusht om daarin te stappen. Uh, zij heeft dat, dat zelfs... Want ik heb haar, uh, haar vorige salon ontworpen ook. Uh, uh, Laartiste Regaar nog. Ja, zo mooi. Ja, en ja, fluffy walls en zo. Ik bedoel, I love, <laughs> love me some out-of-the-box shit. <laughs> dus zij van uiteindelijk hij, volledig erin gepusht. En dan is het echt heel snel gegaan. Dan denk ik een half jaar later uh, mijn eerste werknemers er in dienst had. Omdat ik ja, heel veel content, heel veel tips en tricks deelde online. Dus dan is het inderdaad snel beginnen gaan. Dus eigenlijk heeft de content de groei wel met zich meegebracht. Ja, voornamelijk de tips en zo. Ja, ja. Ja, leuk. Ja, ik ben aan het denken van inderdaad eigenlijk mensen die tips bij u... Dus eigenlijk hebt je een doelgroep heel snel gevonden online. Klopt. Wie, wie waren dan zo wat je type klanten? Um, het ding is dat ik daar in het begin al een beetje mee sukkelde. En dat is uiteindelijk wat er ook heeft geleid tot de splitsing nu van Travelkind en designdeck Dus inderdaad, omdat ik zoveel tips aan het geven was, kwamen er ook heel veel mensen dat puur... Ja, het zelf ook wou gaan doen. Van ja, maar leer me hoe ik het ga doen, maar ik ga het zelf wel doen. En dat is uiteindelijk alleen maar groter en groter geworden door in de jaren. Dat met True of Account wil ik echt wel een heel high-end uh, interieur en echt out-of-the-box graven projecten gaan neerzetten. En ja, dat, dat, dat klopte niet meer met de volgers die ik uiteindelijk begon te creëren, omdat ik ze wel tips aan het telen was. Dus dat is wel. Ja. Een belangrijke geweest. En het is natuurlijk ook zo bij, bij mij bijvoorbeeld, als ik met aan beginners tips uitdeel, die kunnen doorgroeien naar hè, binnen een jaar, zijn die misschien uh, op het punt dat ze kunnen instappen in een programma. En dan binnen, binnen vijf jaar zijn die misschien één op één traject persoon of zo. Maar bij u, ja, natuurlijk, als je één keer een huis koopt en je richt dat in, ja, je gaat daar misschien ook twintig jaar wonen. Allee, voilà. Dus ja, je kunt niet je klanten laten doorgroeien, noodzakelijk. Dus dat is inderdaad echt een hele grote opsplitsing tussen twee poles met klanten dus dat is eigenlijk heel interessant. Maar ja, je, je zou het nooit ontdekt hebben als je niet het had gedaan. Nee, voilà, want dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid, omdat ik zoveel tips en tricks deelde en zo, dat uiteindelijk iedereen zei van. Oh, want we hebben een hele unieke visie ook als interieurarchitect. We focussen ons echt van, ja, jij bent uiteindelijk een uniek persoon. Je ja, woning moet dat ook gaan reflecteren. Dat is, dat is zo belangrijk. En ja, dat, in het begin probeert iedereen mij zo inboxjes te duwen. En ik haal dat. Oh, maar je keurt er helemaal kriegelig van. <laughs> okay. uh, van ja, je moet één interieurstijl kiezen. Ik zeg, maar ik ga dat niet doen. Dat wil ik helemaal niet. Yeah. En zo is echt die visie ontstaan van, hey, jij bent uniek. En zo hard het interieur ook te zijn. Dus aan die unieke visie begonnen mensen te vragen: van ja, maar hoe kun je ons leren hoe we dat zelf kunnen doen? En dan ben ik begonnen met cursussen. En dan heb ik ontdekt hoe graag dat ik ja, mijn kennis en passie deel. En dat is eigenlijk het concept bij, bij Design DIC. Klopt. En daar is uiteindelijk, ja, omdat ik dat zo leuk vond en ik merkte dat er nog zoveel meer te vertellen is dan ja. enkel uh, een, grond, een indeling maken, een grondplan maken, uh, een moodboard maken, een materialen kiezen. Komt er nog zoveel meer bij kijken? Want je moet ook ja, het stappenplan dat je moet volgen. Ja. Allee, er komen heel veel fases bij kijken, technieken bijvoorbeeld. En dat ontbrak allemaal. Dus ze hadden wel zo'n deeltje en ik dacht, ja, ze moeten alles weten. Dus okay. ik wil nu eigenlijk, ja, ik wil gewoon echt. Eigenlijk de interieur Google worden, basically. <laughs> <Okay>. <laughs> dus eigenlijk, als je zelf een project, Dus als je een huis koopt dat je weet van, oké, okay, ik, ik heb misschien niet het budget voor echt een interieur designer ja. om dat helemaal in hotelvibe aan te kleden en daar echt van A tot Z alles voor te doen. Maar het is inderdaad, de kloof is ook wel groot, tussen een interieur designer volledig het laten doen of gewoon het helemaal zelf te doen en ook gewoon echt niet te weten waar je moet beginnen met Pinterest, whatever. En dus jij doet daar eigenlijk de middenmoot tussen. Klopt. En er zijn ook Q&A's en zo op het platform. Dus ze kunnen ook wel onze expertise vragen over hun case, als ze vastzitten of zo. Dus dat is echt zo de perfecte combinatie. En Dat is, ja, cursus eigenlijk. Het is, het is ook een interieurplatform. Je hebt okay. ja, verschillende theoretische video's, maar ook de samenvatte tekst. Ja, sommige mensen lezen gewoon liever een keer even diagonaal in plaats van naar een hele video ja. te luisteren. Uh, dus die kunnen ze wat kiezen. Uh, maar ook online tools. Uh, Google Sheets, echt alles wat wij zelf gebruiken voor onze klanten zit daar eigenlijk op dat zij gewoon instant ja, zelf kunnen gaan gebruiken. Zat en dus je hebt dat nog maar recent eigenlijk die splitsing gemaakt? Ja, in september. Dus dat is. Dus dat is niet zo lang geleden, zes dus nee. maanden. Zes zoiets, maanden. Ja, zoiets. Zoiets. ja, ongelooflijk. En dus wat, wat is er, wat heeft er eigenlijk rechtstreeks toe geleid dat je dan een dat je beslist om echt een splitsing te maken? Ja. Um, ik, ik begon het te merken ook aan mensen. Vroeg natuurlijk wel offertes op en zo als het nog zuiver kind was. Maar dan, omdat ze dan zien van ja, maar ja, je cursus kost 400 euro. Maar wacht, je offerte is hier wel 6000 euro. Van, oh, ja, dus dat klopte zo gewoon niet meer. Dus om die reden moest ik het gewoon beginnen opsplitsen. Want de verwachtingen waren gewoon niet relevant aan, um, ja. Ja, aan wat dat er inderdaad getoond werd in de cursussen. En mensen. Ja, namen dat in vergelijking of zo? Dat was... ja, ja, dat is die een ankerpunt eigenlijk. Yeah. Dus ja, inderdaad, ja, dat heet anchoring in de consumerpsychologie. Yeah. Dus dat je je prijs kunt ankeren, dus ja, als, ja, zo werkt het inderdaad. Maar dat is superverwarrend voor mensen en dan is het heel lastig dat jij offertes moet maken die eigenlijk nooit worden goedgekeurd. Dan of dan nooit op geantwoord zelfs. Dat was... Ja. Uh... vaak ook uit schaamte waarschijnlijk. Hè. Mensen dat denken van, ik ja, kan ook. niet betalen. Dus ja, Terwijl ik zal het gewoon... Ik heb mm... nooit, never judgment naar mensen. Ja. <laughs> dat is, uh... Maar dat is heel vervelend, want er, is... er kraapt veel werk in een offerte. Absoluut. Altijd. Dus dat is wel heel lastig. Maar dus, uh, en hoe ziet uw team er nu uit? Hoe is De structuur van je bedrijf, hoe zet je dat aan het aanpakken? Hoe ziet dat eruit? Ja, dus mijn eerste werknemer is nog altijd bij mij. Dus is dat Merel? Merle, Ik ja. weet nog de naam van toen. Ja. Ja. Merle. Wij, wij noemen elkaar altijd Merle en Moat. Wij noemen elkaar niet bij de effectieve voornaam. <laughs> dat is wel heel cute. Ja, dus en Merle is al, al vier jaar bij mij. Uh, vast in dienst ook. Um, ja, dat is echt mijn wingwoman. Ik, ik, ik noem altijd gewoon de tweede helft van mijn brein of zo. My. Wij vormen echt één masterbrain samen. Dat is echt fantastisch. Zo leuk. En uh, het leuke was ook dat zij ook heel graag die content meemaakt voor de cursussen en zo. En dit platform dan. Echt. Yeah, she pours her, uh, her heart and knowledge. Alles echt. Nice. Ja, dat is echt fantastisch. Dus dat is een heel leuke aanvulling. Zij vindt het ook heel leuk om mee klantencontact. Alleen voor de 1-op-1-projecten met Trevor Kind. Dus het is zo fijn. We kunnen allebei zo. In, ja, onze zoon of genius in beide bedrijven kwijt, eigenlijk nice. Dus dat is heel leuk. En dus zij werkt eigenlijk voor u en dat is ja. dus hetzelfde. Want is aan een andere alleen puur structuur? Zijn dezelfde benootschap, momenteel? Dus ja, dezelfde twee brands eigenlijk. Ja, ja en Dus je gaat de accounts dan opsplitsen. Ja. Dat heb je gedaan? Ja, momenteel is dat de, de volle 20 volgers op het nieuwe account van <laughs> twee of a kind, maar is dan ook geen enkele post nog niet op of zo? Omdat ik daar even ik ben nu zo hard gefocust op dat platform opbouwen en dat lanceren en dat die die messaging juist krijgen. Ja. Um, dat ik gewoon... Ja, ik wil niet half z'n gat, gelijk. Dan ja, ja. <laughs> wil ik niet beginnen aan Tree of account Ik wil dat daar ook wel echt ja. een, een duidelijke messaging in zit. En dus je hebt... Want eigenlijk is dat dus ook wel... Je hebt dus een deeltje van Tree of account ook wel uit je account moeten halen dan, om het dus opnieuw te kunnen launchen. Dat moet ook wel met je zeer doen, dat je ineens je naam ja, iets, tot iets nieuws omdoopt. En ja. dat je een deel uithaalt. Ja, en ja. ik denk dat ook. Voor, allee, natuurlijk, ik heb lang getwijfeld of ik me gewoon voor Design dat ik een nieuw account moest aanmaken. Want ja, de naam True of a Kind of Talk, eh, ja. zo noemen we net gewoon, was ook al wel wat gekender aan het worden. Ja. Dus ja, er was wel even verwarring. Ik had daar wel even bang voor. Maar ik wist gewoon, ja, ik heb die doelgroep zo warm gemaakt voor Do-It-Yourself content. Was gewoon wel de logical thing to do. Maar het was, dat, dat wel, <laughs> dat was wel mijn zeer in mijn hart ook wel. Dat ineens zo True of a Kind weg was. Ja. Oh ja, dat was wel even. Uh... Is, en dus, daar wilt je een andere richting mee uit dan met Three of a Kind? Ja, echt totaal projecten. Ja. Um, en zoals we daarnet ook zeiden, ik kan daar niet tegen. Al, ik kan er wel tegen, maar liever um, dat ik gewoon echt van A tot Z alles kan opvolgen. Bijvoorbeeld, als je een mooi interieurontwerp maakt en uiteindelijk geleverd aan de klant. En zij gaan dan met hun eigen aannemers verder en hun eigen meubels kiezen. En ineens is het totaal zo niet meer dat concept dat jij hebt ontworpen. Ja. Kan mijn mijn designerhart kan dat niet meer aan. Als <laughs> er een mottige stoel in staat, dus, Dat kan ik niet aan is ah, dus, ermee. Ja. Uh, ik wil echt op die totaalprojecten dat echt zo... Ja. Dat en dat is veel meer high-end, echt. Ja, dat is echt wel ons ja. ding ook. Voor B2B en B2C echt heel uniek projecten. Van ons is geen enkel project hetzelfde. Dat is ook het leuke. Ah, ik vraag me echt af hoeveel tijd dat er zo kruipt in zo'n project. Want dat als je zo'n project aangaat, bijvoorbeeld dat je er juist zei van hey, ik heb een offerte gemaakt van 6.000 euro. Ja, Wat, uh, ja. ik kan me mail dat zoiets heel lang kan duren, heel veel mm -hmm. opvolging nodig heeft, maar... Wat zit daar eigenlijk in? Hoe zit dat eigenlijk juist? De fases van het interieurontwerpproces bedoel ja, je? Nou ja, ik weet dat niet. Ja. <laughs> ik weet eigenlijk niet waar mijn vraag is. Nee. Ik weet gewoon niks van, daar, van okay. hoe dat, dat gaat. Ja, je begint eigenlijk altijd. Um, dus we starten met een hele de vragenlijst, dat we de mensen leren kennen, hun gewoontes, wat dat ze doen. Als, ja, de, een ideale dagindeling vragen wij zelfs. omdat ja, de, de zon heeft ook impact op je interieur. Dus ja, je ideale dagindeling heeft natuurlijk ook weer impact op de indeling van je interieur. Daar, daar denken vaak mensen er niet over na. Nee, Als ja. je graag zocht je kopje koffie in de zon wil, met de zon op je snoet, ja, dan moet jij in het oosten uh, daar een plekje kunnen voor voorzien. En dan moet ja. jij niet in het noorden gaan zitten of in het zuiden. Want ja. er gaat geen zon zijn. Um, ik ben even aan het afdwalen. Thinking, nee, <laughs> ja. inderdaad. Nee, goed. Ja. Maar dus die vragenlijst, gaan, wij, wij leren echte mensen heel hard kennen, zelfs zo. Ik ben, ben een heel spiritueel, rationeel persoon. Dus zij vragen zelfs als ze open-minded zijn: vragen we zelfs gewoon bij zijn geboorte,uur, geboortedatum en plek. En dat is altijd wel leuk, omdat zelfs de meest sceptische mensen en zich als koppels zijn. Dan zegt hij dat ja, mijn man vindt dit echt absoluut bullshit. En dan toch geven ze dat in en daarna zijn ze toch wel zo van: hmm, kind of makes sense. Maar dus dat is de eerste fase. En dan daarna gaan wij echt het, ja, de hele look en feel. Want ik, ik, schrijf, ik, ik gebruik niet graag het woord interieurstijl, omdat ik dat een beetje bullshit vind. Ja. Uh, wij gebruiken look en feel van welke uitstraling wilt je en hoe wilt je wilt voelen in je interieur, want dat is waar het in de end om draait. Dus dan maken we een heel look and feel, uh, suggestie aan kleuren materialen. Uh, maken wij grondplanopties, waarschijnlijk veel te veel ook meestal. <lacht> <lacht> um, maar ik vind het dus belangrijk dat je zelf kunt aanvoelen van... Deze grondplan heeft die voordelen en dat grondplan heeft die nadelen. En dan zou het tot het beste komen. Ja, ja. En dan, dan gaan we naar maatwerk, uitvoering, 3D's en dan offertes op opvragen bij aannemers. En dat zijn zo wat de, de, de fases. Dat is ja, zoveel werk. Dat is heel veel werk. Dat is mega veel werk. En ik snap ook wel, ja, je kunt daar ook niet te weinig voor vragen. Want je, dat... Zoiets kan al snel langer duren dan dat je het voorzien. Absoluut. Langer op zich laten wachten. Die, die, wanneer krijg je dan de die cashflow daarvan? Dat zijn allemaal dingen waar je waarschijnlijk rekening mee moet houden. Klopt. En is, is, heb je daar al eens ooit je, allez, je uh, verbrand aan verbrand? Een offerte vragen en dat dat te weinig was en dat je zo niet verder kunt. Oh, maar echt, ik denk, ik denk mijn eerste jaar zijn allemaal zo'n. Ja, Ja, ik denk dat ik dan voor een, een, een volledig handelsspan te ontwerpen, misschien duizend euro vroeg of. <laughs> maar, oh my God. Was hij daar drie maanden aan bezig? Ja. Ja, nee, ik heb ja, heel veel fouten gemaakt. <laughs> maar ja, dat doet je dus niet meer. Nee, nee, dat nee, gaat nee. je niet meer doen. En is, er dan een, is het moeilijk soms moeilijk om met die meer high-end klanten samen te werken? Bijvoorbeeld, stel je voor, voor die totaalprojecten dat je nu met Three of a Kind wilt doen, ja. is dat moeilijker met iemand dat heel veel geld uitgeeft? Of is het moeilijker met iemand die minder geld minder uitgeeft? Minder geld. Ja? Ja, omdat die anderen die hebben zoiets van, ja, maar, regel het maar, we zullen het wel zien als dat is. En die komen ook naar, naar ons omdat die. Ja, ons, ons vertrouwen en juist onze out of box um, ja, visie en aanpak juist leuk vinden. En die hebben zoiets van, oh, oh regel het maar. Dus die, dat is wel het leukste, inderdaad. Die wil je gewoon vrij laten. Okay, dus ik hou die... van het woord carte blanche. Dan ben ik gewoon van. oh jee. <laughs> En wat is het leukste project dat je al hebt gemaakt? Wil je zo eens, eens... Ik voorbeelden dat... geven? Kei een moeilijke vraag. Um, omdat ik ze allemaal uniek vind in, elke, ja. uh, in elk zending. Uh, ik denk Recharge, de gym in Antwerpen. Ja, ah, dat is je hebt dat ook gemaakt. Dat is ja. zo, zo, zo zo mooi. Ja, dat ja. vind ik een hele leuke. Uh, het toilet bij YouShik. Ah, ja. Waar was het dat? Was dat um, Mijn neon volledig. Oh, zo. Ja, ik ben nooit daar naar het toilet geweest, maar, ik heb maar Iedereen twaalfdien. kent het toilet wel, ja, 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 ja. ja, dat is echt super. Nou, Nicky zei toen ook van... Uh... Ja, ik ga compleet... Out of the box met die toilet. Ik hou van toiletten. Toiletten, toilet, ja. dat wordt zo underrated en dat is zo belangrijk. Ja, eigenlijk wel. Ja, iedereen zeker, komt daar heel altijd. Ja, en zeker vrouwen. Ik een spiegel, of selfie pakken of zo. Ja, dat, is, dat is gewoon leuk. Alleen gelijk ja, allee is... als toilet in de Maven. Iedereen kent dat. Ja, ik ja. Ja. denk aan de Maven ja, de voilà. dat met je lippen stichten. Ja, voilà. Ja. Dus dat is, dat is echt wel een, een, een slimme marketingstrategie voor een, een schot toilet te hebben. Dus, uh, ja, mei. Dus ja, Niki zei echt gewoon losgaan, losgaan. En ik zei oké, okay, met. En dan heb ik dat gedaan. En... Uh, Vond ik dan daarna iets minder leuk, want dan moest je het gaan uitvoeren. Maar kijk, dat is dan niet meer mijn probleem. <laughs> <laughs> maar dus je hebt al wel veel van die zotte dingen eigenlijk gedaan. Ja. En in, het laatste, in de laatste jaren. Dus Hoeveel projecten doe je zo gemiddeld? Allee, of hoe, hoe, hoe zit dat juist? Hoeveel kun je oh. er zo op een jaar doen? Dat hangt er echt vanaf, omdat wij in het begin, wat ik nu ook niet meer ga doen met Riven, in het begin. Uh, ze hebben eigenlijk kunt kiezen welke fase dat je hulp nodig bij hebt. Dus ze konden eigenlijk een beetje een soort van modulaire offerte maken, maakte ik. En als ze konden kiezen van welke fase dat ze wouden... Dus elk een beetje een eigen offerte samenstellen. I will not be doing that again. <laughs> ja, okay. Omdat ik het gewoon zo jammer vind. Omdat ik echt totaal beeld wil. Ja. Dus dat is eigenlijk heel moeilijk. We hebben, denk ik, over de laatste jaren honderden interieurs ontworpen. Omdat sommige ook enkel en alleen maar grondplan en look and feel zijn. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat is moeilijk om om daar echt een getal op, op te plakken. Ja, ja. Maar dus als je zo'n totaalproject zou doen, hoeveel zou er dan kunnen doen? Eén idee? Uh, dat is echt... Nee, dat heb ik heb geen dus, idee. Want dat duurt toch wel... Dat kan toch al zo'n zes maanden of zo duren of niet, zoiets? Ja, dat hangt er ook vanaf. Want er loopt ook zoveel tussendoor. Ja, ja. Je hebt dan één grondplan dat verstuurd wordt, dan moet je wachten op feedback, dan misschien nog een revisie, en dan terug de volgende fase, en dan terug, en dan misschien nog een aanpassing. Alleen meestal gebeurt dat niet, maar... Ja. Uh, dus je gaat wel vaak... Het interieurproces is echt wel zo veel back- and forth gaan. Hoe kun je dan ooit je eigen agenda indelen? Dat gaat toch bijna nou Moeilijk. Ja, maar hoe doe je dat? Dat is wel moeilijk, als een, als een extreem creatief persoon. Ja. Is dat wel echt? zal wel. Nee, ik doe mijn best. Dat is een goeie antwoord. Dat vind ik een goede antwoord. Zeg maar, jij zegt dus ook van ik wil zo totaal uh, project doen. En ik, heb, uh, ik wil mensen echt zoveel leren kennen ja. in hun uh, designproces. Jij hebt daar al een paar keer over gedeeld, hè? dus jij doet human design soms. Je houdt wel rekening met verschillende... Ja. Hè? Dus die spirituele dingen soms. Mm -hmm. Wil jij eens vertellen wat dat, dat voor invloed kan hebben? of, allee, Hoe zit dat juist? Waarom doe je dat? Oké, okay, ik euh, zie mezelf als... <laughs> ik, ik, mezelf als een spiritueel, rationeel persoon. Ik, vind dat, ik zie het eigenlijk als een, een zelfreflectietool eerder, human design, astrologie en, en numerologie. Um, dus, ik ben daar gewoon zelf meer op beginnen leren, omdat ik ook als persoon heel veel met ja, zelfreflectie, ontwikkeling, zelf ont allee, ontwikkeling, zelfontwikkeling bezig ben. Um, en dan ben ik daar ineens zo ingerold, ik denk ik dat dat zo de volgende stap is. Nadat je zo heel nee, veel ja. <laughs> uh, ja, shadow work hebt gedaan voor jezelf en echt door je traumas is gegaan, en dan zo. Eh, uh, now we're kind of spiritual. <laughs> <laughs> ja. Dus, um, en ik zie dat gewoon, ja, uw, uw omgeving draagt zo hard bij. bij ook zelfs je doelen of zo bij wie dat jij bent als persoonlijkheid en je kunt dat zo nog extra in de verf zetten dus ik vind het altijd leuk om naast de vragenlijst die we inderdaad stellen dan te gaan kijken van oh, wat klopt dat wat dat ja. zij schrijven komt dat overeen en bijvoorbeeld bij human design heb je ook je environment dat je um, ah, ja. kunt zien Weet jullie die van u is dat niet zo mee, ook is dat zo met die locaties of shores, je, Markets, in, ja, mountains ja die dingen in, Ja, ik denk dat ik mountains maar ik weet dat niet zo heel ja oké okay, you, you need a penthouse darling <laughs> oké <Okay. laughs> het. Ja, die kijkt. Regel de, de penthouse voor mij. Oké, okay. maar dat is dus om net te hoog is dan of zo? Ja, ja, overview. En ook wel uh, dat je voornamelijk zo stilte moet hebben en zo. Dat niet te veel geluidsprikkels mogen zijn. Yes. Dus dat vind ik altijd een hele leuke. En dan, ik had overlaatst nog een klant en daar stond dan zo in van. Ik ben echt een, een, een kindje van de zee en ik altijd wou ik, uh, ik rond de zee wonen en zo. En dan zie ik zo. Shores. Als environment. <laughs> en dan denk ik zo, yes, I, ja, love, I human love design it. is toch zo... Ik vind dat zo treffend. Ja, en ik, human... ik snap ook... Ik moet zeggen dat als ik daar de oorsprong van lees, denk ik echt zo, sounds like a lot of bullshit. <laughs> maar, maar ik vind wel dat... Ja, bij mij is dat gewoon een hele leidraad in mijn leven, al echt jaren. Ja. Yeah. En dat klopt gewoon, allee, to, to a T. Het is treffend. Ja, toch? Ja, toch. Ja, dat is ja, dat toch is. mega treffend. Ja, dat is. En die jongen gebruik ik ze voornamelijk om te kijken hoe het energie u werkt. Dus ook ja. uw, uw feel in uw interieur, wat er belangrijk is. En dan astrologie ga ik juist kijken meer van wat zijn de aesthetics. Hè? Zoals uw Venus sign en de, welke kleuren bijvoorbeeld van uw Sun sign. En uw vierde huis. Hè? Want dat is heel veel uw thuissituatie en familie en zo, wat dat daar representeert. Dus dat vind ik echt ja. En kunt je zo voorbeelden geven, concreet, van een bepaalde vierde huis, waar dat daarvoor. Aesthetics met zich meebrengt of een bepaalde Venus-sign. Er zijn zo voorbeelden? Mm, ja, ik, uh, als ik zo'n Venus-sign Scorpio zie, dan wilt je wel wat... Ik wil niet zeggen goth, maar ik wil zo wel een beetje drama. Je niet drama. <laughs> Oké. Okay, okay. Ja, dat mag zowel een dramatischer interieur zijn. Okay. Alleen een beetje over de top, dat is misschien een beter woord. Oké, okay, wat? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. Um, en als ik zou kijken naar een, ja, een vierde huis, dat is eerder thuis en familie en zo bijvoorbeeld. Dat is uh, Rule by Cancer, ja, dacht ik ook. Ik ken er niet alles van, maar ik ken er zo wel genoeg, genoeg van. Genoeg van om het te. Ja. Ja en uh, zo'n cancer bijvoorbeeld ja, dat moet echt aanvoelen als een thuis dat is, echt, dat is echt zo zo belangrijk en dus cozy corners hebben uh, mm. dat je echt zo kunt in terugtrekken en echt zo ja dat je zo klein in je bubbel kunt zitten ja dat ja. is wel leuk ja. maar dat is toch zat veel invloed dat al die dingen eigenlijk hebben op hoe dat je want normaal gezien ja eigenlijk wat is het, het omgekeerde dat je eigenlijk een huis zelf inricht dat on Misaligned aanvoelt of hoe zou dat... wat gebeurt er als je dat niet doet? Ja, ik zie een woning echt als een sacred space al van, van heel jongs af aan. Ik kom ook van een kind van gescheiden ouders. We hadden ook niet veel centjes om rond te komen. Dus mijn, mijn, ja, en ik vond het interieur altijd heel, heel leuk. Ja. Dus ik bewoog al mijn meubeltjes en ik was er continu mee bezig om zo ja, echt een sacred space te creëren. En dat, dat, zit, dat is alleen maar meer en meer geworden als ik ouder ben geworden. Dat dat echt zo diep in mij geworteld zit. Dat ik mensen daar ook bewust van wil maken. Hoe bel belangrijk dat, dat is om thuis te komen. Niet alleen in een mooi interieur, maar ook bij jezelf. En als je ja. woning jezelf reflecteert. Ja, dat Maakt het gewoon een heel mooi ja, totaalplaatsje, eigenlijk. Je nee, moet je ook niet kijken water bij de wijn doen voor de partners? Ja, dat is wel soms. Dat is soms echt zo. volgens mij zo moeilijk. Want, allee, dat is al moeilijk, gewoon al met een partner. Maar professioneel <laughs> met al die partners dealen lijkt me echt rot. Ik denk dat wij onze, onze aanpak zo gefine hebben door in de jaren. Dat, dat de partners zelfs gewoon fan zijn. Echt? Ja, dat is echt leuk. Hoe zat dus komt... is dat? Ja, en zelfs, zelfs over het spiritueel, dan zijn die zo... Ah ja, ah, ja, ah ja, dat klopt eigenlijk toch wel een beetje. <laughs> Hoe grappig is dat? Ja. Zeg, en wat, dus human design, je connecteert aan interieur. Ja. Wat, wat kunnen je daarover vertellen? Ja, wat denk. is het verschil? Wat, als je dat... Allee, wat is het verschil tussen de types of... De types, oh... Zo... Ja, nee, niet alle types, maar ja, een zo... ja en, en een paar uur. <laughs> ja, ja, ja. Maar gewoon... Ik ken mij zo die connectie niet noodzakelijk... Ik zou niet weten waarom dat je een andere zou moeten maken voor een projector als voor een reflector als voor een, een manifester ja, ja, maar dat, zijn, man. dat is nu niet per se hetgeen waar ik me het meest op focus... Allee, de, 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 um, de types. De types, inderdaad. Alleen manifesting generators, you've got a lot of hobbies. Uh, we zien <laughs> maar genoeg kasten. <laughs> Dat, dat is wel één, ja, dat, ik, dat ik vaak zeg. Oh my god. Dat is zo mooi. Echt alle manifesting generators die ik ken hebben veel hobby's. Ja, ik, ik kom daar met mensen samen. Dat is aan kitesurfen, dan duizend PC's en oh Ook oh, al die boeken, zoveel ja. boeken. Och, <laughs> miljoen boeken. Kasten, ja. kasten. <laughs> Oké. Okay. Okay. En projector, ja, dat je echt wel zo, ook zo plekjes hebt om je in terug te kunnen trekken. Ook reflectors en manifestors hebben dat ook nodig. Oh ja. Dus meer zo de afwisseling van. Uh, energy types en non-energy types eigenlijk. Zo. Ja, maar dat is al, oh, oh, eigenlijk wel goed. Want ik heb dus in mijn huis, om een voorbeeld te geven, ik heb met een bureau waar dat ik, ik niet in kan chillen. Want die zetel is mooi, maar niet zacht. hè? Uh, ik kan niet alleen zijn vaak in mijn living, hè, want daar is mijn vriend vaak die woont daar ook net <tus> durf, <tus> daar. Je? Ook echt, dan denk ik ook zo van: maar is mijn turn? <tus> ik wil nu in de living zitten. Maar zo samen vind ik soms echt overweldigend. Ik weet dat dat heel grappig is, maar ja. dat, ik vind dat soms overweldigend. Ja. En ik heb dus inderdaad geen sacred space van mijn eigen. Voilà. Ik heb dat wel nodig eigenlijk. Dus ze hebben ze thuis komen en... The living is. <laughs> ja, of maar een die Je die respecteert, respecteert dat wel zo. Dat ja. denk ik veel En ik wil ook wel. Ik weet niet, ik ben echt een mega extraverte persoon wel. En welke wel lijn heb je? 4, um, 6 denk ik. Ah ja, oké. Okay. Ja, 4 is wel zes. heel zo. Kwaliteit Dries, vier, boven kwantiteit, eh, kwaliteit kwaliteit, inderdaad. Qua vrienden en zo. En zo, my network is my net worth ook. Ja, ik ken wel. Ja, ik heb, in de, ik heb echt, ik heb, eigenlijk vind ik dat ik heel veel. Heel veel vrienden heb maar wel allemaal hele diepe connecties. Mm -hmm. Dus met allemaal. Yeah. <laughs> maar ik heb niet zo'n groep dat mij niet zo boeit. Allemaal vind ik iedereen belangrijk. Yeah. Snap dus ik. ja, ik heb veel mensen losgelaten al. Maar ja, inderdaad. Dus, uh, ik vind dat heel zot, want ik heb daar eigenlijk zelf die... die, die... Ik zag die link nog niet, maar ik snap wel dat je iemand echt heel goed moet leren kennen om dan een reflectie te maken van ja, wie die zijn in yeah. hun interieur. En zijn jij de enige dat dat doet? Of zijn er nog mensen dat dat doen? Of is uw aanpak uniek? Of? Ik denk dat onze aanpak wel heel uniek is geworden. En wat ik wel leuk vind, is dat heel veel interieurdesigners zo nu wel die visie aan het volgen zijn. En dat oh, ik vind dat fantastisch. Ja? Ja. ja ik, ik geloof ook niet in allee, collega's of allee, collega's. Ja. Uh. Ja, concurrenten was het ja. wat ik zocht. Ik, ik geloof daar ook niet in. Ik zou als kei blij zijn als iedere zijn interieurdesigner mijn visie volgt. Dan gaan iedereen, alle klanten gaan zich gezien voelen. En bedoel, de world world is to be a much beautiful, <laughs> Alleen, more place than, uh, than het nu yeah. is. Ja, dat snap ik ook wel, dat je inderdaad... Ja, dat is eigenlijk bij Alfa Vrouwen ja, wat, wij, wat wij doen, en bij, bij Brand bij Business Bestie, al onze missies zijn eigenlijk hetzelfde, gewoon met een beetje een andere insteek. Maar je wilt gewoon dat, dat er voilà. meer vrouwen hun ding doen, hè? Exact. Eigenlijk, dus ja, ik snap Want dat is ook exact de dingen van design, denk ik natuurlijk, hè? Dat is... Anders zou ik niet... I'm, I'm not gatekeeping at all. Hè. Ja. Heel mijn brein zit daarin, ja. dus je kunt het gewoon zelf leren. Zelfs, er ook is ook interieurdesigners in een platform dat zeggen van ja, ik heb echt niet de juiste tools naar mijn studies geleerd en zo, maar ik ook, uh, mag ik daar ook daarin stappen? Ja, zeg ik, ja natuurlijk. Allez, ja. course, je kunt alleen maar beter worden en, en meer leren. En, ja. en wat kost dat? Um, dat is momenteel, uh, hey, momenteel is het 790 euro voor twee jaar. Dat is echt wel niet zo duur. Dat is echt, dat is echt weinig, hè? Geen eigenlijk. Geld, ja. Want ja, als je weet... Hè, wat, want wat is zo het beginbedrag voor een interieurdesigner? Um, gemiddeld wordt dat meestal 10% van je budget gezien. Maar het ding is... Um, ja, daarom ben ik ook een beetje atypisch. Ik neem geen commissie. Uh, als interieurdesigner. Ja, ja dus het is gewoon, mijn prijs is gewoon wat Allee, dat, mijn uren af. zijn. Ja, omdat ik, ik geloof niet in dat commissiesysteem in België, dat als iedereen neemt gewoon bovenop op elkaar, uiteindelijk betaalt de particulier in die end veel meer en dat vind ik gewoon, uh, ik call bullshit, dat. On, yeah. on uh, dus dat is een keuze, dat heeft me al vaak in de vingers gesneden, maar bon. Yeah. Um, Ja, ik vind het gewoon een heel interessant concept, want inderdaad, dus als je zegt van kijk, je, je doet zoveel procent normaal gezien van je budget moeten rekenen voor een interieurdesigner, dat is gewoon voor heel veel particulieren En zeker jonge allee, mensen van eigenlijk onze leeftijd die misschien hun eerste woning kopen, want mm -hmm. vaak is het nu ook op een iets latere leeftijd dat je een mm -hmm. eerste woning koopt, is dat gewoon niet te betalen, vaak. Hè? En, nee. Maar dat wil niet zeggen dat je dat niet wilt. <laughs> want ja, we willen dat allemaal, denk ik, dat iemand je, je huis. Uh, ja, en, maar het ontwerpt. gaat zelfs niet enkel van: dat het een mooi, sterlijk pleasing huis is. Maar bijvoorbeeld, zelfs al ga je met een architect werken qua indeling. Ja. Architect, en dat is, ik ga niet iedereen zelfs een kam scheren, maar um, Architect gaat vaak gewoon inderdaad rekenen met de bouwvoorschriften, met de buitenlijnen. En dan iets tekenen, wat die, wat die zijn, of haar stijl is. En dan daarna zullen ze dan wel zien wat ze met de binnenkant doen. En daar ja, moet eigenlijk... kriebelt het van. Ja. <laughs> ik, zie, ik krijg soms mensen die met ons komen samenwerken, ja, dat is elk ideaal wanneer het voor de bouwaanvraag, Want dan kunnen wij nog gewoon heel dat ontwerp aanpassen. van binnen. Ah, ja, Architect, ik vind het dan iets minder leuk. Ja. Maar kijk, de klant is wel. Allee, ik zeg altijd: ga hier je je droomwoning gaan bouwen, gaat dat echt wel. Alleen, ja. zien dat dat klopt voor u, voor jullie. Ja, dat dus is een... oh, maar gewoon, het is niet zo een muur zetten en dan gewoon een beetje verven. Het, moet echt, ja, het is, een, het is een, een geheel dat je moet gaan creëren. Ja, en dat gaat tot, tot, in details, gelijk als bijvoorbeeld niks is zo vervelend als ergens dat je denkt van oh, ik hier een keer met een laptop gaan werken. En dan te beseffen dat er geen stopcontact zit en dat je echt ja. met een verlengkabel <laughs> moet gaan halen. Ja. Dat gaat zelfs zo ver. Hè? Ja. Dus tuurlijk gaat dat ook bij, bij het basisgrondplan al, moet je daar ja. ook al beginnen over nadenken. Inderdaad, dat is echt wel waar wat je zegt. En er zijn zoveel dingen die kunnen mislopen en je kunt dat zo niet even rechtzetten daarna. Hè? Mm -mm. Dus je moet echt wel goed nadenken op voorhand. Dus design deck is echt een oplossing voor een in-between. Ja. Dus dat is echt keigoed. En heb jij op een bepaald moment... Dus je zei eigenlijk nog niet zo lang geleden gestart met ondernemen, vijf jaar nog ongeveer. Ja. Heb je op een bepaald moment zoiets gehad van, maar deze challenges, ik zie het niet meer zitten. Zoals um, elke ik, ik denk, ja, ik denk continu. Ik denk... <laughs> ja, yeah, yeah. Yeah. Like a story of my life. Yeah. Nee, ik denk inderdaad als ondernemer dat je sowieso... Ja, je bent continu aan het groeien. Hè. Allee, je gaat naar de eerste de volgende stap en dan zie je de volgende stap en dan moet je daar naartoe en dat is weer scary. Yeah. Uh, maar zeker omdat ik zoiets uniek in de markt aan het zetten ben en dat er nog niet genoeg awareness rond is dat mensen dat effectief nodig hebben en dat het niet inderdaad is van we gaan hier even gewoon een mooi uh, moodboardje maken met Pinterest. Allee, dat, dat, het gaat veel verder dan dat. En um, ik ben, ik me eventjes totaal mijn draad kwijt, maar zo was zo... het <laughs> erg. Ik schrijf daar er wel even op, denk ik. Ja, ik zag het. <laughs> <laughs> ik weet niet meer waar ik was. Um, dus mijn vraag was. Wacht even kijken. O, waar had je het niet meer zag zitten? Ah, ja. Wanneer had je het echt in je, onderne Allee, in je ondernemingscarrière? Wanneer had je zoiets had van. Mm, ik weet echt niet. Allee. <laughs> ja, ik was, ik was gewoon op een verhaal begonnen en dan ben ik. Ik weet ik niet meer wat ik zat Ah ja, dus het verhaal dat je gaat beg vertellen, is... Nou, dat ik iets dat niet je... lanceren ben. Daar moet ik misschien op in haken. Ja? Wacht, maar waar jij nu niet... Ik had dus vijf jaar geleden dat jij begonnen. Ja. Dan zei jij, ja, all the time ben ik eigenlijk aan ja. het struggelen. <laughs> en dan zei jij over design, maar ik weet, niet, ik weet niet waar je naartoe ging, denk ik. Ja, ik, uh, juist, ik wou inderdaad <laughs> <laughs> um, ja, zeker omdat ik een pionier ben eigenlijk met design, Deck nu, en iets nieuws aan het lanceren ben. Ja, dat is super scary Er moeten ook ja, investments gedaan worden en zo. Dus ik denk dat dat de grootste challenges zijn momenteel. Maar die zullen wel snel gaan, gaan, gaan liggen, let's hope. Ja. Uh, maar ik denk dat ondernemen altijd een scary journey Sowieso. is. Sowieso. Ja. Maar en als je zo zegt, investeringen die er moeten gebeuren, waar moet ik aan denken als je nu zo'n investering vernoemt? Uh, niet precies, ja. Waarin moet jij nu investeren dat je pas later misschien iets van gaat terugzien? Um, ik heb nu voor de eerste keer in vijf jaar... Ik heb altijd mijn eigen content ge gepost en zo. Maar dat was echt te veel aan het worden. Dat is de eerste keer dat ik het heb uitbesteed. Dus ik ben heel benieuwd naar dat resultaat ervan. Okay. Allee, natuurlijk wel al mijn ideeën zitten daarin. Uh, zij voeren gewoon enkel de visuals uit en plannen het in. Wat dat toch al wel een serieuze verlichting oh, ja, is. Ja. Maar, ja. Uh, ik heb nu ook een copywriter onder de arm genomen. Daar ben ik net mee gestart sinds deze week. Omdat ik gewoon vaak zo in mijn zone of genius zit. En ik weet over wat ik... Over wat ik praat, dat ik gewoon het mis om het eigenlijk in, in, in mensentaal uit te drukken, ja. omdat ik, stel, ja, ik begin dan te praten van aanzichten en bla bla maar ja, niemand weet in het vak wat ik ja. dit heb dan. Echt, hè? Dus ja, die had een beetje uh, ja, ja, of, ja, vertaald, eigenlijk, vertaald eigenlijk, ja, en Een beetje gemakkelijker maakt. Ik moet zeggen dat copywriters, dat ik daar vroeger niet zo hard in geloofde, eerlijk, dat is echt heel transparant. Maar... Ja. En nu dat ik met een copywriter om samenwerkt, denk ik ja, jij kunt het zoveel beter beschrijven dan ik. En ik ben niet slecht in per se dingen opschrijven, yeah. maar dat is ook gewoon veel werk. En die maken daar, het is niet dat die je een tekst die je al vast had gewoon leuker maken, die vatten dat helemaal samen en dan maken die daar terug een tekst. Dat is echt zot, yeah. zo gaaf. Maar dat is inderdaad een investering, hè? Yeah. Is dat freelance wat je dat doet? ja, uh, yeah. ja. Yeah. Yeah. Ja, natuurlijk, een platform. Dat is volledig op maat gemaakt. De uh, chance dat dat met een, met een man is, dat is wel gemakkelijk natuurlijk. Ja. Je hebt het helemaal op maat gemaakt. Dus ik kan ook altijd aan de mouw gaan trekken als, er iets, uh, ja. als ik iets nieuw nodig heb. Maar ja, een platform maken is nog altijd. Ja, daar hoort nog altijd, hoort nog altijd kosten bij waarschijnlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ik ga hem ook niet gratis ja, laten doen, ja, ja. natuurlijk. Ja, ja. Dus daar kruipt wel heel veel in. Ik heb nu, nu ook gaan investeren in fotoshoot, uh, video shoot en zo. Dat er echt ja, terug deftige content. Allee, dat er mooie visuals zijn eigenlijk. Ja, maar. Maar als je dan zegt van ik heb content uitbesteed aan die eh, freelancers, ja. hoe, hoe, wel, hoe doe je dat? Wat is je proces dan? Ja. Wat voor content wordt dat dan trouwens? Ja, dat, is, dat zijn gewoon posts en carousels. Ah ja, oké. Okay, dus wel gewoon statische content. Ja, ja dus klopt. Geen stories ook nog altijd zelf. Ah, ja, ja. oké. Okay, dus ge, geen reels of zo. Dat nee, nee, momenteel dat is moeilijk. niet. Het ja, is moeilijk om uit te besteden, hè? maar ja, ik, weet het, ja. ik weet het allemaal hoe <laughs> moeilijk het is. <laughs> maar, uh... Ja, ik, omdat ik vind die reels maken eigenlijk nog wel leuk, dus ja. ik hoop gewoon dat dat ja, die andere taken een beetje van mijn to-do lijstje zijn geschrapt dat er wel voor mij terug creatieve vrijheid is om dan reels te gaan maken. Dat is een beetje dat ik het uh... oké, okay. een vision. Oké, okay, ja, nee, dat snap ik. En heb je ge... ja, als ik zo wat was zo als ondernemer een mijlpaal moment dat je echt zoiets had van holy shit, is deze mijn leven. Ik vind dat zot. Wel, ik had, de, ik had de vraag gelezen hè, van tevoren ook en ik was echt zo aan het denken, maar ik weet echt niet wat, wat dat okay. een mijlpaal is. Dus, I called my friend uh, deze, deze ochtend en ik zei, oké, okay, maar wat is een mijlpaal? En die zei, meid, als u door drevenheid. en hoe, hoe hard dat jij voor iets vecht en dat jij blijft gaan, als dat geen mijlpaal is, dat je dat van je eigen nu kunt opnemen. Ja, zien, dan, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik denk zeker dat... Dat je het fysiek ook kunt zien, hè. Zoiets dat je hebt gerealiseerd, of dat je, Allee, dat je misschien iets Je hebt ook een, uh, een huis gekocht en dan een appartement. En ja. <laughs> je hebt van ook dat in... Um... Waar was dat? In... Tenerife of zo, die had toch ook zoiets ontworpen? Zo ja, penthouse. ja, Penthouse. Of, ja. ja, dat was ook super. Ja, je hebt eigenlijk zoveel dingen. Je kunt het natuurlijk gemakkelijk fysiek zien als het klaar is. Dat het zo... Ja. ja. Maar vaak zijn het dingen die je, waarvan dat je dacht van ja, dit zou ik nooit gekund hebben. Of dat, dat je niet in geloofde. En dat dat er dan zo toch ineens is. Dat, dat ja. is vaak een mijlpaal. Zeker ook met design, denk ik nu. Dat, dat is gewoon mega scary. Omdat je iets nieuws op poten aan wat de Mensen nog niet weten dat ze dat allemaal nodig hebben. Ja. Um, en dat, ja, dat... Ik blijf daar gewoon voor vechten. En, en zij zitten tegen mij ik had to be honest al twee maanden geleden gestopt. Als ik van u was, oh my God. ja, en allee, er komen continu members bij, natuurlijk. Hè? maar yeah. ik ben zo nee, we gaan, we gaan daarvoor. Ik ga daar het ultieme interieurplatform van maken. Ik ben nul ben koppen dan <laughs> En wat is zo het idee of de strategie? Hoe ga je dat marketen? Hoe ga je dat in de markt zetten? Um, ik denk dat UGC, moest ik meer budget hebben, UGC-content wel een hele goede ook zou zijn. Moest je en mensen in miljoenen, bijvoorbeeld, <laughs> moest ik? <laughs> bijvoorbeeld die mijn vragen, ja, dat weet ik. <laughs> Um, dan zou ik inderdaad die UGC-content. Want ja mensen zijn ook wel visueel. interieurontwerpers is ook iets visueel wel. Dus zou ik daar misschien wat meer um, op inzetten. En ik denk eigenlijk dat ik voornamelijk naar beurzen moet gaan ook. Ja. Dat dat ook wel een volgende stap zou kunnen zijn. Ik had de bati uh, gezien, maar dat was echt zo. Oh shit, dat is volgende week. Ja. Ja, dat we niet doen. Voor een stand. Ja, ja, ja. Oh, Zo'n stand kost ook echt zoveel geld. Ja, dat is echt zat. Ja, maar ik denk dat dat en wel echt... Een kleintje. Een, ja, een kleintje. Ze hebben ook wel een inkomst. je kunt natuurlijk wel iets mooi maken. Ja, gewoon fly. Ja, eigenlijk. Als je maar indruk maakt, hè. Het is ermee. Dus ik denk dat dat wel dat dan een hele goeie zou zijn. Want ik moet voornamelijk gaan zien waar dat de klanten zijn op het moment dat ze ja, hun woning gaan kopen. Dus ik denk ook aan makelaars bijvoorbeeld. Omdat ja, als ze op zoek zijn, gaan ze vaak naar een makelaar. Dus via die weg, NemoWipe, ja. zo'n dingen. Zo'n makelaar-affiliate-commissie of commissie geven, of zo, zou echt wel supergoed zijn. Daar die heb ik mij ook verkocht. al aan gedacht. Tragen voor u, zo easy. Ja. Zo, regel het. Ik doe het niet. Maar <laughs> dat is als, je huis, als je een nieuw huis koopt, dat je dan gratis een dan design dat erbij krijgt. Voilà. Ja, eigenlijk. Amai. En dat die gewoon jaarlijks zoveel betalen voor de licentie om dat erbij te geven ja? of zo. Er zijn zoveel mogelijkheden Er zijn meer. Vooral omdat mee. dat online is, hè? dat is digitaal. Ja. En is, was je job eigenlijk altijd iets waarbij dat je makkelijk kon reizen en zo? Reis je graag? Uh, ja, toch wel. Want eigenlijk is je job nu, als je design helemaal doet, dan kun je eigenlijk perfect remote werken. Maar ook twee omdat ja. wij werken eigenlijk altijd online, ook met twee kind omdat wij ah, ja, zelfs geen ja. werkvervolging doen, want we zijn totaal aannemer. Ja. Uh, dat is een keuze. Dat is, uh, ja. Um, en ook onze opmetingen. Dat is enerzijds omdat ik echt gaat lelijk schrijf en mail mijn handschrift niet kan lezen. Als ik ga opmeten, dan is dat sowieso een 6, een 5 of een 9, dat weet niemand meer. Dus dat besteden we nu uit. Dus dat moeten ook gewoon niet meer ter plaatse komen. Oké, okay, maar je kunt dat wel zien, ook al had je dat niet gezien. Ik heb li eigenlijk liever dat we enkel plannen. hebben. Echt? Ja, omdat je, dat is letterlijk carte blanche, alleen gewoon met een blanco blad dat je gestart. In plaats van dat je inderdaad iets ziet. Dat, dat er al ja, is en dat je van daaruit vertrekt. Dan ga je eigenlijk. veel minder out of the box gaan nadenken dan gewoon starten van, van nul. Ja, dat is eigenlijk wel... Oh, dat is zo'n andere wereld. Ik heb me dat echt niet inmelden dat dat mijn beroep zou zijn. Ik vind het heel zot wat ja. je doet. We zijn er wel een beetje atypisch in natuurlijk dat we dat doen. Hè, maar ja. dat, ik weet dat dat gewoon mijn creativiteit echt veel... Allee, wij maken echt heel out of the box grondplannen. Dat is echt een van onze sterktes. Ja. En dat is juist omdat wij ja, gewoon, gewoon beginnen. <laughs> gewoon van, van nul beginnen altijd, ja. In uw contentstrategie, want je hebt ook wel veel. Hoeveel volgers zit je eigenlijk op? Uh, ik denk nu 11.000 of ja, zo. Dat is en dan echt... 20 op een andere moment. Geen 20.000, gewoon 20. Die ja, <laughs> ja. ja. dat wij toevallig gevonden al hebben. Dus. <laughs> ja die account is nog eigenlijk niet nee nee, nee. dat was gewoon voor die naam te saven. Ja. maar dan is het goed dat er al twintig zijn ja, voilà. ja. maar heb je een bepaalde contentstrategie die echt supergoed heeft gemarcheerd of is er iets waardoor je dat je zo makkelijk naar allez, makkelijk naar elfduizend right? oh, ik, ik denk ik denk voornamelijk die tips inderdaad geven dat dat wel echt uh... simpele tips zo so low key ja, natuurlijk. Ik ben echt dan oversharer, dus ik was dan uiteindelijk tien stories verder nog altijd over die ene tip aan het praten. <laughs> Oké. Okay. Maar ja, mensen vonden dat wel leuk. En voornamelijk ook authenticiteit. Ja. Daar dat hebben wij ook het meeste voor, ja, voor, voor connectie gezorgd. En zo En Dames vind ik dat ook zo leuk als mensen zo sturen, tijdelijk een heel openhartig gesprek kunt hebben. Ik vind dat zo ja. leuk. Ik hou zo van connecteren met mensen. Ja. Um, en ik denk dat dat wel het meest, ja. Ik ben altijd mezelf. Ik, Net zoals ik daarnet ook zei, ik, ik denk niet na voor ik spreek. Bij mij is gewoon <lacht> flap. <laughs> Woeps, <laughs> there it goes. Oh, dat is wel keihard, leuk. En je hebt ook wel wat zoals samenwerkingen gedaan, denk ik? Of ja, waren klopt. dat eigenlijk influencers-samenwerkingen of hoe oh, moet ik dat bekijken? Klopt, ik ben met twee influencers naar een uh, project van mij geweest, in Tenderiff inderdaad, en zij hebben daar dan content over gemaakt. Um, en dan ineens, zijn, ja, dan, dan ineens dachten mensen van oh leuk ze gaan proberen maar gewoon naar 10.000 volgers te krijgen <laughs> en dan ineens kreeg al mijn klanten ook echt zo gaan maar gewoon gaan maar dus ineens oh. echt geboomd ineens was zo 12.000 dus uh, escalated quickly. Dus ze oh, dus, van 7000 dat ik dan met die tips en zo mijn eigen uh, authentieke content heb opgebouwd. Ineens zo, en uh, twee Dat is zo leuk. Ja, dat was zo leuk. klanten, dat zijn echt wel toffe klanten. Ja. En klanten brengen natuurlijk ook wel klanten met zich mee. Want ja, die vertellen dat aan elkaar. Hè. Of ja, misschien je niet met zijn huis komt en dat is mooi dan vraag je hoe de fuck heb je dat gedaan. Dat is wel leuk. Dat en heb jij echt. veel van je marketing van je vorige klanten eigenlijk moeten doen via Instagram? Of was dat meer van... En zo, dat mensen dat tegen elkaar vertellen. Hmm, ik denk veel Instagram. Want ik heb ook op een gegeven moment heel veel schoonheidssalons ge gedaan. Van ja, ja. Dus ja, Laurence. Ja, van Laurence. En dan uh, Nikki van Yushik en Just. zo. En dat zijn dan wel mensen dat dan wel... Allee, uh, dat zijn influencers. Ja, ook, dat die ja. gekend zijn inderdaad ja. in de beauty-industrie. En dan was dat wel... Dat leidde wel vaak dat mensen zeiden... Ah, oké, okay, maar dan gaan wij ook naar daar. is dus... oh, Zo leuk. Ja. Dat is echt zat. En um, als je zo jezelf over vijf jaar zou moeten... Zien? Wat, wat zijn er dan aan het doen? Hoe, hoe gaat het met uw zaak? Wat gebeurt er? Mm, ik, ik zou zoveel willen doen. Um, met Design Deck, ik zal het even opsplitsen dat ik niet te goud is. <laughs> zijn. Um, ik denk, Design Deck zou ik graag een boek hebben. Dat echt zo'n koffietafelboek zou ik heel mm. leuk vinden, maar dat u wel. En zo met, Ja, oké, nu ga ik weet niet hoe ik brainstormen. Dus met zowel affirmation Kom, cards. Wel, wel, wel. Zo van hoe gebruik jij je living? En als zo mijn vrienden zo vragen over elkaars interieur kunt stellen. En okay. dan kunt resonate of dat je interieur matcht bij je of niet. Niemand mag deze nu pikken, hè? <laughs> echt zo copyright. Ja. <laughs> En um, dat zou ik heel graag hebben. Ik zou het ook wel echt tof vinden voor een tv-programma. Dat zou ik heel graag doen, ja. Um, Zowel de, de Vlaamse Debbie Travis heruitgevonden. uitgevonden. die Oké. Maar dan is niet zo niet zo typisch 90s. Um, maar dat zou ik wel heel graag doen. Um, echt zo gaan met de mensen leren kennen dat erin wonen. Echt zo de story behind it. En dan dat zo vertalen naar een mooi interieur voor hun. Dat uh, zou ik wel echt cool vinden. Um, dus heel dat, leuk. He? Heel tof. Um, ik denk, ja, echt Lux, dat, dat design-deck dat gewoon een, een begrip is. Dat zou inderdaad over vijf jaar wel heel fijn zijn. <lacht> en <lacht> en uh, met Three of Kind, gewoon, daar wil ik ook niet heel veel projecten meer aannemen. Enkel echt projecten dat resoneren met mij en met, met de vibe dat we willen uitstralen. En ja, echt gewoon enkel leuke, leuke klanten, leuke projecten um, ja, die mee zijn met onze visie. En voilà, ik denk dat dat is wel, is over vijf jaar? Ze uh, we al wel vrij groot. Dat vind ik wel keihard goed. Ja. Uh, en gaat je dan in Antwerpen wonen of waar gaat je dan wonen? Ja, we zijn nu net verhuisd. Ja. Uh, naar hier. Naar hier, klopt. Van Leuven naar hier. Leuven Van Rotselaar, een boerendorp eigenlijk. Ah, ik heb echt overal in België al gewoond. In ja, in Nederland. Ja, uh, Leuven, Kesselo, Mechelen, uh, Rotselaar, nog ergens. Ja, Keerbergen, met mijn ouders. Dus uh, Madrid, Tenerife. Ah, oké. Okay. <laughs> ah, ja. Wacht, ik wist niet dat je in Tenerife had gewoond. Uh, ja, voor dat project, het ontwerp, heb ik daar een, ongeveer een, ja, een vijftal maanden gewoond. Oh, dat denk ik. ik, had toen, ik had helemaal maar ja, ik was waarschijnlijk ergens <laughs> in mijn grot gekropen, ik weet het niet. Nee, dat maar... was, ik heb dat tijdens mijn studies ontworpen. Ah, dus ik heb dat misschien pas veel later gezien. Ja, als het al af was. Ah, was yeah. gezien. ja. Oh my god. Hoe yeah. zat is dat? En dus, um, ja, amai. Wow, dus je hebt al op veel plekken gewoond en ja. je woont dus binnen vijf jaar misschien nog in Antwerpen, maar misschien ook niet meer. Wel, ik denk het eigenlijk wel. Ja, ik ben zo vernaamd zo. Ja. ja, echt. Al mijn vrienden zijn daar hier begrepen. Ja. <laughs> dus het moest wel een klein beetje. Ja. ja, en in het begin was ik zo van, oh ja, ik hoop dat Stijn hier zo goed gaat aarden en zo. En echt na twee weken was hij van, ja, ja misschien moeten we de penthouse kopen later. <laughs> dus, voilà. Zijn voilà. Zijn jij mountains? Ik heb Valleys? Valleys. Dat ja. is beneden de mountain. <laughs> dus als je naar beneden gaat van je penthouse, je, je zit recht in de valley. Dus... Hoe, hoe zou je dat vertalen, naar een interieur, een in valley? Uh, valleys zijn, merk ik ook al vaak, valleys en mountains, vaak mensen met misofonie of zo echt ja, gevoel, gevoel aan, uh, heel gevoelig aan geluid oh, ja. zijn. En... Uh, dus, fel is, is dat je echt de overview moet hebben. Dus je moet echt wel een uitzicht hebben. Dus dat werkt ook wel bij een penthouse natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En hij? Ja. En hij is Shores. En nu wonen we letterlijk aan het water. Dus dat is wel. Nee, dat is kijk echt... gewoon. Dat is echt perfect. En wonden hoog? Ja, het ja, 14 dus dat is wel echt heel fijn. Ja. Dat is heel hoog. Dus we hopen ooit in, een van, ja, in, in dezelfde regio zelf iets te kunnen kopen. Want nu huren we momenteel, dus dat zou wel leuk zijn. Ach, elke keer als ik zo mensen hoor die zo op een hoog appartement wonen, dan denk ik, ik moet altijd zoveel naar binnen sleuren in mijn huis. Ja, ja, ja. Is dat dan, moet je dan in twee keer met de lift... Helemaal na 14. Ja, geblokkeerd dat dan eerst. <laughs> dan laat je alles zien. Wauw. Dan... <laughs> zo, even. fuck. Oh, die me. maar gooit weer. Volksruis. <laughs> oh my god. Ja, dan moet het dus allemaal spullen naar boven brengen. Ja, de afval is wel echt iets wat ik niet leuk vind om naar beneden te brengen. Dan moet je nu afval in de lift. Ja. En... Dat zijn van die afvalstraatjes ook. Dus dan moet je dat zo... Ah ja, zo. Zo, moet zo... zo buiten mijn kaartje zo en dan daarin smijten. Oh, ja, dat is juist. Ik ga gewoon pushen dat dat, Stijn dat uiteindelijk gewoon standaard gaat doen. Zijn jobje. Ja. En uh, wat is er nog anders aan zo in een appartement hoog gewoond tegenover in een huis in Rotselaar? Oh, dan stel je mij een moeilijke vraag. Ja, sorry. Uh, ja, zeg, ik ben uh, benieuwd uh, gewoon. How dare you? <laughs> um, ik, ja, gewoon En leuke is dan in, in een stad wonen eerder, dat je zo dicht bij alles zit. Oh, Superleuk. Want wij wonen dan ja, in Rotselaar, dat is echt een boerendorp. Ja, ja. eer dat geen leuven zijn, moet moeten al een auto pakken. Nu... Niet dat ik fiets of step of zo, want dat zou echt een gevaar step. zijn voor heel Antwerpen. <laughs> Als <laughs> Als je wandelt heb... gewoon. <laughs> ik wandel of de is Uber. <laughs> Oké. Okay. Uh, en dat is gewoon zo fijn dat alles zo dichtbij is eigenlijk. Ja. Maar... Ja. Zeker dat is waar jij won, dat jij woont, daar is gewoon zoveel. Ja. Je kunt ja. gewoon naar beneden gaan en gaan eten ergens. Ja, dat dat was... kan ik niet. Maar ik woon <laughs> <Ik won. laughs> niet ver van de stad, maar ook wel niet mega. Je dus moet je verhuizen dan? Oh, maar ik vind het eigenlijk wel prima. Okay. Ik denk dat, ja, maar ik moet wel zeggen, de stad. Het heeft voor mij wel een zekere aantrekkingskracht, maar ik woon wel dicht in die stad. Maar het heeft niet genoeg aantrekkingskracht om daar die drukte bij te pakken. Ja, maar ik vind waar wij wonen dat, dat echt totaal niet druk is, juist. Ja, maar zo, dat verkeer... Dat wel, ja. Dat is wel En ik woon echt aan een bos. Dus dat ja. kan je niet evenaren, natuurlijk, in de stad. Dus dat is wel gewoon een verschil. Maar dus dan denk ik, maar het zou ook wel leuk zijn als je zo buiten stapt en je zit gewoon direct in een koffiebar. Maar ja. misschien is dat ook niet top voor mij, om direct in een koffiebar te zitten de hele dag. Want dan zou ik misschien niet veel niet meer in mijn huis zitten. En het is daar ook gezellig. Ja. Um, nee, maar zeg, en wat mag ik u eigenlijk wensen? Wat zijn zo de dingen die je dan. Wat, als je zo een gevoel of zo zou moeten beschrijven, van oké, okay, dat zou ik in het komende jaar willen bereiken, of zo echt iets dat ik u mag wensen, wat zouden dan. Mm. <laughs> oh, want to speak it into existence, dat is wat ik altijd zeg. Ja, go. Uh, oh, my. You with a difficult question. Sorry. Ja. Nee. ja. <laughs> um, wat je mij mag wensen. Ik denk sowieso heel veel liefde. Dat is. Ja, het is een, dat daar zijn we mee begonnen, hè? Oh, love, of love, love. Ja. Dat as een true cancerian I am. Er is <laughs> <laughs> heel veel liefde, meer. Heel veel liefde. En ik denk ook wel, ja, gewoon echt abundance. Dat mijn platform de juiste mensen bereikt en dat er meer awareness rond uh, gecreëerd wordt. Ik denk, denk dat dat voornaamste is. Oh, en dat dat zijn. vanzelf gaat. Zo ja, ja nee, want hoe uh, leuk zou dat zijn? Ik kan echt zoveel mensen helpen. We hadden gisteren ook zo'n eerste Q&A-call in het platform. En dat is zo leuk. En dan kun je al die vragen stellen waar ze mee vastlopen. En dan zijn wij gewoon, oh, hot, hot antwoorden geven. En allez, dan kunnen ze weer verder. En dat is, oh, ik vind dat zo leuk, mensen helpen. Ja, echt. Hè? Als je gewoon het resultaat ook uiteindelijk kunt zien en als mensen tevreden zijn. Ik denk dat dat zo wel iets is dat je als ondernemer soms op een bepaald niveau niet gelooft dat als er een bepaald bedrag of zo tegenover staat, dat, er, dat klanten dan blij zijn met wat ze hebben, maar ook nog enthousiast zijn daarbovenop. Mm -hmm. Je verwacht gewoon dat er een neutrale transactie is en dat die zoiets hebben van kijk, je hebt mijn geld nu en ik heb je product in klaar. Yeah. En dat er zo geen persoonlijke contact is. Maar wat ik dus heel speciaal vind, is dat mensen bovenop de transactie zo enthousiast en dankbaar kunnen zijn. Yeah. Terwijl je daar zelf van uitgaat van kijk, maar je hebt. Allee, It's all yours. Dat vind ik heel speciaal. Ik snap wat je bedoelt. Zeker met coachingkast. Ja, daar, ik laat daar enorm van op zelf. Vind yes. Dat vind echt leuk. En dan mensen zeggen: Oh, maar ja, laat ik nou gedacht. Dan ben ik zo. Ja. I'm ik here snap. for you. Ja, dat is leuk. Dus je gaat echt een heel... Ik gaat je leven er best wel anders uitzien als design. Dat je uh, helemaal booming is. En ja, dan kun je... Ja, je hebt echt een uh, goede fix, denk ik. Ja. Ga goed ik, zijn. Ik geloof daar ook echt wel heel veel in. Dat is ook waarom dat ik zo. Ja. Er, erachter staan, er blijven investeren, in innovatie ook voornamelijk. Dat is, dat is zo belangrijk, gewoon blijven ja. durven groeien. Ik bedoel, uiteindelijk, what is the worst case scenario? Dat, dat denk ik altijd. Ja. En was er anders ook gewoon hier? Allee. Ja, je moet wel eens een beetje iets speciaals doen natuurlijk. Ja, voilà. Sorry, ik wens u dus heel veel abundance en heel veel liefde. Dat is wat dat je Fijn. hebt gewenst. Um, ik denk dat we alles hebben besproken wat we gingen bespreken. Ik vond het heel leuk om zo eens een beetje een inside peek te krijgen in ja, hoe dat je deze hebt opgebouwd, hoe dat je, ja ik vond vooral zo ook het heel leuk dat je zo echt wel de, een beetje nitty gritty van zo de, de interieur dingen hebt verteld veel dat ik zelf nog niet wist. Leuk. Het is toch echt zo'n beetje een peek behind closed doors. Vind ik wel heel leuk. Leuk. Um, waar kunnen mensen u volgen maar op uh, Instagram, designdeck.be -like en triviacaind.design. Tegen dat de podcast launcht, zullen er waarschijnlijk het... wel wat meer sterven. Ja, ja. Nee, goed. Ik zal al volgen straks. Yeah. Um, dus daar Kom, moeten ze weer volgen. Ja, en de website is zelfs ook designdeck.be -like en triviacaind.design. Oké, okay, super goed. Yes. Heel hard bedankt om... Hier Thanks for having me, aanwezig te zijn. En dan richt ik mij nog heel even naar u als je luistert. Super hard bedankt om te luisteren. Ik hoop dat je het een kei interessante aflevering vond als je het goed vond, laat zeker ook misschien een review achter of wat sterren achter, liefst vijf als het eventjes kan. Uh, je kunt ook reageren trouwens op Spotify op de podcast. Ik weet niet of je dat weet, maar je kunt zo. Wist je dat dat je daar op de nee. podcast kunt? Ik, ik zet altijd aan. Dan, kun je, dan zat er zo. Wat vond je van deze aflevering? En soms reageren mensen daar. Goed leuk is dat. Mee. Ik kan wel niet, Ik mag wel niet terug reageren blijkbaar, maar ik knik gewoon. Jee. Yeah. Ik doe gewoon zo woehoe thuis. Als je de comment achterlaat, ik vind dat super leuk. Ik zet het in uw stories, mag ook. Um, en wat heb ik hier aan te bieden voor u? Ik heb hier een gratis contentkalender voor u aan te bieden, zoals elke week. Als je al alle afleveringen hebt geluisterd, denk je: die contentkalender heb ik al 86 keer gedownload. Maar it's amazing. Dus ga dat zeker downloaden. Dat is om piekmomenten in uw jaar te pakken voor je marketing. Dat geeft superveel succes. En waar heb ik, uh, ja, ik weet niet wanneer deze aflevering exact gaat uitkomen, maar er is een nieuwe cursus Personal Brand Setter, waarin ik helemaal van A tot Z uitleg hoe dat je een personal brand kunt bouwen, zowel in je content, echt zo ja, hoe moet je dat doen? Hoe je, gaat je een relatie met de pers aan? Hoe gaat je je personal brand gewoon zo als een raket in de markt zetten, dat je heel veel erkenning gaat krijgen voor, voor wat je doet en dat je als expert, net zoals Margot, kunt gezien worden, zodat je op termijn ook meer dan één inkomstenstroom kunt gaan genereren. Ook veel meer zoals jij, ook zo die leuke dingen. Je kunt meer gaan kiezen als je een personal brand hebt voor de klanten die je wilt, de projecten die je wilt. Je kunt dat gaan schalen. Ja, je bent echt een levend voorbeeld van een goede personal brand. En dat is echt, echt iets wat ik echt wil, dat echt... Allee, ik wil niet dat iedereen dat bouwt, per se. Maar als jij je daarvoor geroepen voelt, wil ik dat je dat bouwt. Als je dat zaadje zo'n beetje voelt, dan uh, moet je dat echt doen als je dat vuurkje voelt. Dat is echt, echt fantastisch, want je kunt meer dan zeven inkomstenstromen genereren. Uh, dat is een hele grote veiligheid, dus uh, ga eens kijken in, mijn, uh, in de link hieronder. En anders stuur je mij maar een berichtje met daarin Brandsetter, want de cursus heet Personal Brandsetter. En dan wil ik je bedanken om naar deze aflevering te luisteren. En dan see you in the next one. Doei! Super hard bedankt om te luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Brandbabes podcast. Mij kunt je vinden online bij atjessicadeblok en atbusinessbestie.be Elke week op dinsdag om 7 uur ochtends staat er weer een nieuwe aflevering voor u klaar. Dus zie dat je zeker volgende week ook klaar bent om een nieuwe aflevering te beluisteren. En dit hoort je in de volgende aflevering. Wat ik nu doe, was echt wel de bedoeling, ook qua vier jaar geleden of zo. Okay. Ik heb daar wel altijd bewust naar gebouwd van. Ik heb daar mijn typetjes, maar het is ook niet dat Elias Verwild dat typetje per se is. Het is wel duidelijk dat ik die typetjes speel. Dus ik heb ook nog, Allee, ik ben ook nog wel een persoonlijkheid daarachter, maar ik ben niet een. Mijn persoonlijkheid is niet per se een typetje online of nee. zo. En dat is wel wat ik bewust wil doen. Ik wil niet... Ik, denk, ik vind het ik vind leuk, comfortabel, om als ik extreme di extremere dingen doe, uh, dat je dat dan onder dat typetje kunt plakken of zo. Maar dat er bijvoorbeeld zoals dit, wij zijn een podcast aan het maken, dat dat gewoon als mezelf kan, als... als Oké, okay, ik maak dat en ik doe ja. dat. En dat is wel van begin dat ik dat heel hard heb. Ook over, zeker met Instagram of zo. Ik denk, in het begin had ik, had ik het anders kunnen aanpakken, waardoor ik meer volgers had gehad op Instagram... Um, maar ik heb dat wel altijd heel bewust gehouden: ja. van oké, okay, nee, dat doe ik niet en dat doe ik niet.